Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen hield zaterdag open huis. Geïnteresseerden konden een kijkje achter de schermen nemen in het ziekenhuis dat al 25 jaar in de stad gevestigd is. Drie speciaal aangelegde routes lieten bezoekers en patiënten kennis maken met de achterkant van het CWZ. Bezoekers van de open dag konden ook een kijkje nemen in de ambulance en kennis maken met de wondere wereld onder de microscoop. Het was zelfs mogelijk om live een operatie te volgen via een livestream.